Ja. Oké, okay. Dus drie manieren zeg je. Ja. Aromatisch heb ik gehoord. Topisch op de huid. En dan inwendig oraal. Ja. Wauw. Carolien, op welke manieren kunnen we de essentiële oliën allemaal gebruiken? Ja, we hebben een koude diffuser. De essentiële olie van doTERRA raden wij aan niet te gebruiken met een verwarming van boven de 45 graden. Okay. Dus als je hem boven de 45 graden hebt verhit, dan is eigenlijk de werking weg. Dan maak je eigenlijk de cellen kapot, dus dat willen we niet. Nee. We hebben een koude diffuser systeem, zit water in. Daar doe je een aantal druppels in het stopcontact en voilà. Voilà. Je kunt het topisch hebben op de huid. Topisch. Topisch noemen we dat. Dan heb je bijvoorbeeld een basisolie, in dit geval kokosolie. Ja. En doe je bijvoorbeeld zo op je hand en daar een druppel van dit in en dan besmeer je jezelf. He, ik zie hier bijvoorbeeld even de eucalyptus. Als je last hebt van je longen, is eucalyptus weer een hele fijne om echt dit weer open te maken. Okay. Dus waarom ik zo van deze olie hou, is niet alleen om de geur, maar ook om de werking. Ik heb er ook van gehoord dat je wel eens een druppeltje in je bad kan doen. En omdat ik heel erg van lavendel hou, kan ik me voorstellen dat als ik dan één heel groot bad, één of twee druppels, dat dat dan weer te weinig is. Ja. Ik ga je iets over vertellen, want water en olie, dat blendt niet. Nee. Dus je hebt een drager nodig. En een drager is ofwel zout, ofwel zoet, ofwel vet. Okay. Zout, dat kunnen we natuurlijk lekker voor het bad gebruiken. Dan pak je een magnesiumzout of een dode zeezout. Strooi je zo een paar handjes erin. Ja. En daar blendt de olie in. En hoeveel druppels één op een bad? Druppeltje is dan te weinig voor een heel groot bad. Doe je een paar druppels erin, doe je lekker lavendel. Dat ga je ook meteen ruiken. Terwijl als je een ander olietje gebruikt, nou, ik weet niet of je dat wel eens gedaan hebt, dan moet er een half flesje in en dan ruik ik het nog niet eerder. Ik heb één hele grote fout gemaakt toen mijn kleine mannetje, die is nu 16 hè, maar toen was hij echt klein. Toen had ik hem in het bad gestopt en hij kon moeilijk ademen. En ik vroeg aan mijn man, doe maar een paar druppeltjes tijm erin. Dus goed voor de longen. Dus hij pakt dat flesje en doet er flink wat in. Niet wetende dat dat niet blendt. Dus Bink, die zei, mam, links tijm brandt. Dus ik dacht, oh god, kind er snel uit. Maar verschrikkelijk. Ja, ja. Dus zo gevoelig kan dat al liggen. Ja, en ook op rekenen dat als je het doet, zout erbij eerst, dit, toch? Ja, sowieso. Maar als dit los gaat komen, dan gaat hij eerst behoorlijk roggelen. Dan denk je, oh, wat heb ik nu gedaan? Nou, dat moet even gebeuren, hè, want je bent iets los aan het maken hier. Ja. En dan komt hij echt los. En dan heb je heel veel aan de tijm, maar wel goed gebruiken. En dat is ook waarom ik zeg van, hey, wij zijn de adviseurs over deze olie. Wij posten erover, wij vertellen erover, wij maken filmpjes. Dit bedrijf ondersteunt ons heel erg goed daarin. Dat is super. De derde manier is innemen. Dat noemen we oraal. En ik pak nu even de Digestem. Dat is een olie dat als je zwaar gegeten hebt of het ligt echt op je maag, dan is het heel fijn om een druppeltje op je hand te doen en op je maag te smeren. Oké. Okay. Maar ruik hem eens even. Waar gaat het nou naar? Anijs lijkt wel. Ja, anijs zit erin. Oh ja. Er zit wat peppermint in. Ja, wel lekker. Ja, echt wel lekker. En wat je dan kunt doen, op je vinger en tegen je verhemelte. En dan heb je meteen de ervaring van, ja, misschien kun je het zelf eens even doen. Oh, gaat helemaal, opent helemaal. Oh, lekker. Ja. Heerlijk. En dan gewoon één klein druppeltje, maar meteen helemaal lekker effect. En hey, je kunt je voorstellen, als je zwaar gegeten hebt of je voelt je niet lekker, dan en op je buik smeren, maaggebied, maar ook zo dan valt alsof er even een last van je afvalt. Nou, ja, zo voelt het. Ja. Oké, okay, dus drie manieren zeg je. Ja. Aromatisch heb ik gehoord, topisch op de huid en dan inwendig oraal. Ja. Wauw.
gaan. Thank you.